Ja, Marciano vroeg zich af, van, hoe kan het nou dat Joey Veerman op zo'n wedstrijddag als vandaag zoveel vrijheid geniet? Snap jij waarom jij zoveel vrijheid krijgt of neemt? Ja, deze vraag komt elke week terug. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet het niet. Je zou toch denken, de tegenstander weet wel, die Veerman die kan wel wat. Die moet eens een beetje aanpakken. Doen ze niet. Nee, ja. Ben jij te slim? Nee, ja, ik heb geen idee. Dat gaat gewoon. Als ik zie dat ik vrij sta, dan probeer ik mezelf aan te bieden. Ik werd niet echt opgepakt, nee. Nee. Wat was je mooiste actie van de wedstrijd? Want je hebt een paar goede passes mogen geven. Goal gemaakt. Wat was de mooiste? Die bal op Guus, denk ik, was wel mooi, die voorzet. Ik vond zelf die bal vanuit mijn eigen 16 naar Guus op de middenlijn wel een mooi bal. Dat was het ook wel. Je bent weer uitgeroepen tot KPM Man of the Match. Er lopen 30 spelers op een wedstrijddag op een veld. Jij wordt dan uitgekozen tot Man of the Match. Doet je dat nog wat of gaat dat ook winnen? Nee, natuurlijk blijft dat altijd leuk. Ik moet wel zeggen dat vandaag... vond ik Tilman en Matteo Dams, de linksback, vond ik echt heel goed spelen. Verdedigend, heel goed en ook aan de bal heel rustig. Dus die had het van mij ook wel mogen verdienen, maar hij volgende keer maar weer. Ja, jij maakt die 3-0, actie van Tilman was ook wel aardig, hè? Ja, hij kan heel goed verdedigen. Hij weet precies waar de speler aan de bal, wat hij gaat doen, altijd. Ja, dan heeft hij altijd nog een versnelling. Eindelijk iemand die ziet dat de 16 altijd vrij is. Ja, dan schoot hem leuk binnen. Ja, de 16 altijd vrij is. Jij pakt hem hier op. Bij de 1-0 pak jij de ruimte ook bij de 16. Luc bij de 2-0. Daar maken jullie erg goed gebruik van. Ja, dat klopt. We zeggen tijdens de trainingsweek ook altijd van... jongens, alle verdedigers lopen allemaal terug de 5 meter in. Dus de terugtrekbal is altijd gevaarlijk. En ja, daar maken we veel te weinig gebruik van nog. Als je ziet dat we het doen, krijgen we altijd een grote kans. Dus je ziet het bijvoorbeeld twee keer. Dan maken we eigenlijk twee keer een goal. Ja, een echt tilletje dit. Maar het is wel belangrijk, want in het begin kregen zij best kansen. Ja, dit is wel een beetje een terugkerend verhaal bij ons. De trainer hamert er ook elke keer op. Goed van mij, hè? Nee, de trainer hamert er ook. Ik heb hem niet gezien trouwens, hij stond hier toevallig. Maar dat was... nee, dat was... we beginnen gewoon elke keer niet goed. Daar moeten we wel goed naar kijken. Ja, want ik was bij Heracles uit. Toen zei je ook van ja, het lijkt wel alsof we wel weten. Ach, die goal die maken wij wel. Dat het een beetje hotel was. Toen zei Peter Bos naderhand. Dat soort teksten wil ik van mijn spelers niet horen. Heeft hij jou daar nog op aangesproken? Ja, dat was een grapje van mij. Dat is jouw gevoel voor humor. Nee, daar hebben we even kort over gesproken. Ja. Ja. Hij was wel duidelijk. Ja, zeker. Hey, hoe is het trouwens met je enkel? Je krijgt een tikkie. Ja, ik heb aan het begin van de week ook een tikkie gekregen. En nu de tweede. Dus je moet even goed naar kijken. Hij is wel... aardig rood/blauw. Maar oranje komt niet in gevaar? Dat weet je nooit, maar ik denk het niet. Gefeliciteerd met de overwinning, gefeliciteerd met de KPN Man of the Match Award. Dankjewel.